Dan kun je zo lekker de shampoo in masseren. Helemaal viral gaat op TikTok. Oh my god, het ruikt zo lekker. Weer een nieuwe video op de YouTube kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Christina. Misschien ken je me wel van mijn eigen YouTube kanaal, namelijk Christina K. En vandaag heb ik echt, oh mijn god, ik weet dat ik het vaak heb gezegd, maar ik denk echt dat ik de leukste shoplog heb tot nu toe. Ik heb een beauty shoplog en ik keek mijn ogen uit. Ik heb ook echt een tas vol, vrij zwaar ook, tas vol Action beauty spulletjes. Ik ben zo excited. Ik was ook echt heel erg positief verrast van de beauty afdeling en de verzorgingsafdeling. En ik ben zo excited. Ik wil gewoon echt alles aan jullie laten zien. Dus ben je ook zo benieuwd wat ik allemaal heb gekocht? Blijf dan gezellig even kijken. Doe je duimpje omhoog en abonneer je ook zeker op het YouTube kanaal van Action Nederland, want dan mis je geen enkele upload. Ik ben trouwens niet de enige die hier video's oplaadt, dus er is heel veel verschillende content. Helemaal leuk. Meerdere shoplogs, meerdere do-it-yourself dingen en van alles. Dus abonneer je ook zeker weten op het YouTube kanaal. En laten we nu even snel gaan kijken wat ik allemaal heb gekocht. Ik heb hier mijn bonnetje. Ik heb dus in totaal €34,27 uitgegeven. Oké, ik begin met iets waar ik het meest over excited ben. En dat is het haar. Ik weet niet waarom, maar ik ben de laatste tijd helemaal bezig met gezondheid van mijn haar. En dus gezondheid van je hoofdhuid. En iets wat ik nog heel graag wilde hebben, maar waar ik steeds niet aan toe kwam om het aan te schaffen, was een scalp massage brush. En dit zag ik gewoon in mijn Action. Dus ik was heel erg blij. En hij was maar 95 cent. Dus hou op met mij. Dit is volgens mij ook gewoon voor tijdens het wassen van mijn haar. Ja, ideaal om shampoo in te masseren of shampoo resten te verwijderen. Reinigt en scrubt de hoofdhuid. Nou, ik kan niet meer wachten. Dit is hoe het eruit ziet. Zoals je ziet heb je dus best wel grote, hoe zal ik het noemen, tanden. En het is allemaal van, ja, soort rubber. Zodat het natuurlijk niet te hard is. Maar ik denk wel dat het hard genoeg is om inderdaad lekker je hoofdhuid te masseren. Ik ben hier zo excited over. Dus als je shampoo in je haar hebt, gebruik er dus dit. Om zo even lekker, oh, ik heb echt net mijn haar gewassen. Dus echt super jammer dat ik dit niet net heb kunnen gebruiken. Maar dan kun je zo lekker de shampoo in masseren. En ik kan niet wachten. Ik zie het iedereen op Instagram gebruiken en zo. En nu heb je het gewoon bij je Action. En nog iets anders voor mijn haar is de Twisty Hair Towel. En dit is een bepaalde, ik denk, microvezeldoek. En dat is dus niet slecht voor je haar. Want gewone handdoeken kunnen je haar best wel frizzy maken. En dat heb ik dus nog steeds. Dus ik was eigenlijk heel erg benieuwd wat het met mijn haar zou doen. Als ik dus mijn haar zou wassen en hiermee zou afdrogen. In plaats van met een normale handdoek. Heel erg benieuwd naar. En hij was 99 cent. Dus echt wel proberen waard. Ik weet nog niet precies hoe ik dit zou moeten gaan doen. Ik zie hier een knoopje aan de bovenkant van je hoofd. Waarschijnlijk kan je dus zo je haar erin draaien. Dan zo omhoog doen en dan vastmaken inderdaad. Kijk, want hier kan dan dat knoopje in. En dan heb je zo al je haar erin. Oké, dus dat was het haar. Wij gaan door naar het gezicht. Ja, dat vind ik leuk. De hele afdeling van gezichtsmaskers van Action doet iets met mij. Ik word heel erg hebberig. Ik vind alles leuk. En voor mijn gevoel was het assortiment nog nooit zo leuk geweest als nu. Ik heb hier twee Disney maskertjes. Ik weet dus niet hoe ze heten, de prinsessen. Ik weet alleen dat het Disney prinsessen zijn. En dit is gewoon een verfrissende en vochtinbrengende gezichtsmasker met sinaasappelextract. Diep reinigend gezichtsmasker met perilla bladextract. En ik weet niet zo heel goed wat perilla blad is, maar het zal vast wel goed zijn. En wat ik dus zo leuk vind aan deze maskers, is dat ze, het zijn natuurlijk sheet maskers en ze hebben een leuk printje op je gezicht. Want dan heb ik dit maskertje hier. En dit is de Fun Facial Mask Skin Boosting Formula met aardbeiengeur. Helemaal leuk. Dus dit heb ik natuurlijk van mijn zusje gekocht. Want hoe leuk is dat? Het staat ook eigenlijk niet precies wat het voor je gezicht doet. Een veganistische formule. Ze zijn trouwens allemaal vegan als het goed is. En dan heb ik twee andere gekke, leuke, lekkere maskertjes. En dat is de Ginger Cookie. Helemaal in het thema van winter die eraan komt. De Om-nom-nom sheet mask. Het is toch heerlijk dat het zo heet. En ik heb hier de Sweet Candy. De Fun sheet mask zijn 59 cent. Disney zijn 99 cent. En de Fun gezichtsmasker was 69 cent. En dan heb ik nog iets leuks gezien. Hou je vast. Dit is super leuk. Voor pukkeltjes op je gezicht. En dit zijn van die spot patches. Dus als je een
ontsteking in je gezicht hebt, dan kan je zo'n spotpatch erop plakken. Ermee gaan slapen en de volgende dag zal die waarschijnlijk natuurlijk niet verdwenen zijn. Maar hij zal wel veel minder zijn. En dat is natuurlijk super, want dat zorgt er wel voor dat je misschien minder geneigd bent om eraan te zitten. En op die manier dus uiteindelijk minder littekens aan overhoudt. Oh mijn god, ze zijn zo schattig. En goed verpakt trouwens. Ik weet niet of je het kan zien, maar je hebt sterretjes, maantjes en wolkjes. En dit is eigenlijk precies hetzelfde, maar dan net andere vormpjes. Hier zie ik dus een vlinder, een bloemetje en een hartje. En deze kostte 99 cent per stuk. Oké, we zijn bij het gezicht. Oh, ja. Dit, ik ben ook weer zo benieuwd naar. Ik zag dus, oh nee, deze was al open. Oh nee, iemand heeft hem al opengemaakt en gesmeerd. Nee, en dat was ik niet. Iemand heeft het dus in de winkel gedaan. We gaan het even vergeten dat dit is gebeurd. En ze moeten echt met hun bengels eraf blijven. Het is in ieder geval een kleestick en dit is een maskertje. En dat is dus heel leuk met aanbrengen, want dit kan je gewoon op je gezicht zo gaan rollen. En dan heb je dus je masker. Je masker aangebracht. Haar ruikt ook lekker. Nou, echt een heel leuk product. Maar ik moet hem even misschien schoonmaken of zo. En deze was €1,99. Ik heb ook nog exfoliërende sponsjes. Hier kan je dus je huid mee exfoliëren. Natuurlijk. Gewoon zacht scrubben. En dit is helemaal niet heel heftig voor je huid. Het is gewoon een soort rubberen sponsje. En dan kan je dus iets van een wasgel erop doen. En hiermee je gezicht dus mee exfoliëren. Leek me heel erg leuk. Er zit het zweet van in. En vooral in de winter vind ik dat gewoon heel fijn. En het is geen heftige scrub, jongens. Dat is het echt niet. Want als je dit ook voelt, denk je van, zou dit überhaupt wel wat scrubben, maar ja, je gezichtshuid is natuurlijk wat gevoeliger. Dus dit is sowieso heftig genoeg voor je hoofdhuid, voor je gezichtshuid. Lijken wel twee pantoffels. En dit kost 99 cent. Ik weet niet waarom, maar ik moest het echt een keer geprobeerd hebben. Magnetic eyeliner en eyelash set is dit. Dus hier heb je nepwimpertjes in, maar ook een eyeliner, een magnetische eyeliner. En dat heb ik wel vaker gezien op social media. Nog nooit een review gezien over die van Action. En ik ben eigenlijk gewoon heel erg benieuwd hoe dat werkt. Dus dat ga ik zeer zeker binnenkort even proberen. Kijk, dit heb je er dus allemaal in. Kijk dan, hoe mooi. Echt zo'n hele case voor je wimpers. Schattig. Met een spiegel. En een set wimpers. En ze zijn nog super mooi ook. Kijk. Heel mooi. En dan hebben we hier een eyeliner. En hier draait het natuurlijk allemaal om. En dan nog eens zo'n vrij dik pennetje. Kan ik echt niet meer overweg eigenlijk. Maar we gaan even kijken. Ah, hij is wel hard. Het is niet een hele flexibele kop. En super handig. Je krijgt er zo'n tangetje bij. Om dus je wimpers handig mee aan te brengen. En het was €2,95. Sorry jongens, maar die wimpers die erin zitten zijn zo mooi. En je krijgt er ook nog een eyeliner bij. Ik moet het proberen. Ik heb ook nog een pincet met een ingebouwd lampje. Soms heb je één zo'n haartje dat je denkt, ik voel iets. Of af en toe heb ik dus één zo'n, tegen iemand zeggen. Maar af en toe heb ik dus één zo'n haartje hier dat ik denk, ik voel hem, maar ik zie hem niet. Dan kan ik even shinen. En dan kan ik hem er zo makkelijk uittrekken. Dat was mijn gedachtegang. En ik vraag me dus eigenlijk nu af of ik hier nog batterijen voor moest halen. Want ik heb geen batterijen in huis. Hij doet het. Jongens, hij doet het. Ik denk dus dat ik hem, als ik hem ga gebruiken, dan kan ik echt wel goed kijken hoe en wat. €1,11. Ik heb een heleboel. Een heleboel lipproducten. Ik heb continu zelfs gescheurde mondhoeken. Dus ik moet in elke tas, in elke broekzak, jaszak, alles, moet ik iets van een lipproduct hebben. We beginnen met een lipmasker voor overnacht, voor 's nachts. En dit is een non-sticky masker. Trouwens ook helemaal trending nu op TikTok. Dat meiden dat gebruiken als gewoon een lipglossje. En dan voor intensieve voeding. Ik breng altijd hele dikke lagen lippenbalsem aan voordat ik naar bed ga. Dus dit leek mij ideaal voor mij nu. Dan heb ik een lippenbalsem met Reese's. Oh my god, dit moet ik ruiken. Want ik ben gek op Reese's. Oh my god, dat ruikt zo lekker. Dan heb ik eentje met fruitella. Ik ga dit nu echt even iets sneller doen, jongens. Want deze video duurt een eeuw. Lekker. Niet zo sterk. Die van Reese's is echt veel sterker. Oh, maar ook lekker. Lekker zoet. En dan heb ik natuurlijk
Eentje met een prinses erop van Disney. En dit is met meloenengeur. En ik hou van meloenen. Ik ga ze allemaal openmaken. Want zoals ik al zei, ik gebruik het echt elke 2 minuten van mijn leven. Ja. Ruikt lekker naar meloen. Blij mee. En dan heb ik ook nog multipurpose balm met shea butter. En dit zag ik dus in meerdere varianten. Ook met kokosnoot. En volgens mij ook met aloe vera. Ik ben van shea butter gegaan. Want ik dacht dat is waarschijnlijk het meest dikke, vette balsem wat ik in mijn leven kan tegenkomen. En dit is natuurlijk niet alleen voor je lippen. Maar daar ga ik het waarschijnlijk wel voor gebruiken. Maar bijvoorbeeld ook voor je ellebogen of andere hele droge stukjes huid. Je voeten of zo. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. In ieder geval balsem. We gaan door. We moeten door. Ik heb veel te veel gekocht. Sorry Action. Ik kon mezelf niet meer bedwingen. Ik heb veel te veel gekocht. Ik vind het super leuk dat bijvoorbeeld André Lon producten ook voor extra cheap bij Action te vinden zijn. Dit is de Ochtendboost douche schuim. En er is niks lekkerders op de wereld dan een goede lekker ruikende douche schuim. En dit is in de geur appelbloesem en cranberry. En dan heb ik daarna ook nog de Tropical Mango Passion Fruit Bath and Shower Gel. Kijk deze enorme fles en hoe mooi en schattig dit eruit ziet. Deze ruikt ook heerlijk. Ik heb even uitgebreid geroken in de winkel. Heerlijk, heerlijk zoet. En dan heb ik ook nog zo'n... Ik ben echt bijna klaar beloofd. Heb ik ook nog zo'n borstel voor je lichaam? Want ik wil gewoon goed gescrubd zijn. Ik gebruik ook in de winter... Ik gebruik ook in de winter, ik ben helemaal afgeleid. Ik gebruik ook in de winter voornamelijk zelfbruiningsproducten. En dat moet er gewoon goed afgeschrobd worden. En dit leek mij ideaal ervoor. En kijk, hij heeft zo'n extra lange stengels, dat je dit zo lekker kan doen. Ik kan niet wachten om dit lekker in mijn douche te gaan gebruiken. Ik heb hier zo'n zin in. €1,79. €2,39. En deze is €2,12. Maar dit is een poeder om je tanden mee te bleken. En ik ben natuurlijk, ja, ik moet dat proberen in mijn leven. Ik vind het heel leuk om dit soort dingen te proberen. Het is gewoon kurkuma of curcuma poeder voor wittere tanden. Normaal gesproken zijn die poeders natuurlijk altijd zwart. Vond ik nooit zo leuk. Maar ik denk dat dit dus geen zwarte poeder is. Misschien is die wel mooi oranje. Hiermee moet je dus je tanden poetsen. Lekker spoelen. En uiteindelijk krijg je wittere tanden. Ik moet het proberen. En hij was €1,49. Dan ook nog iets wat helemaal viral gaat op TikTok. Is de Warm Sugar Wax. En ik heb dus hele goede verhalen over die van Action gehoord. Dus ik dacht, ik moet het gewoon een keer proberen. Ik heb het eigenlijk nog nooit van mijn leven gebruikt. Het is dus wax. Zit hierin. En dat smeer je met een spateltje. Zo woep, over je benen. Druk je dit erop. En zo tjak. Heb je geen haar meer op je been. Ideaal. Ik moet het een keer geprobeerd hebben. Ik ben zo benieuwd hoe dit werkt. Ik heb hier echt goede verhalen over gehoord. Maar ik ben dus echt nog een newbie. En dit kost €2,95. Dus voor dat geld kan ik het ook even proberen. En we gaan het afsluiten met Betty's... Hoe hebben ze het genoemd? Warm hug. Dit stop je lekker in je magnetron. En hier zit, ik weet niet precies wat hierin zit. Maar dit wordt dus warm en dan kan je zo lekker mee knuffelen. Vooral in de tijden van nu. Het wordt steeds kouder. We moeten elkaar maar warm houden. En als dat niet lukt met elkaar, dan heb je dus dit soort dingen ervoor. Maar het leek me dus ook ideaal als je ongesteld bent om dat zo op je buik te leggen. En daarom vond ik het wel bij verzorgingsproducten passen. Jongens, het was een enorme shoplog, maar zoals ik al zei, het leukste shoplog ever. Toch, ik heb echt hele leuke dingen gevonden. Ik kon mezelf niet bedwingen, niet tegenhouden. Dit moest ik allemaal meenemen. Jongens, dan wil ik jullie nu ontzettend bedanken voor het kijken van deze video. Hopelijk vond jullie het leuk. Vergeet niet om een leuke reactie achter te laten bij deze video. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!